crazy like a fool. Bart Witteman, Peter Warmena, Marvin de Jong, Twan van Bostelen, Karin van Velzen, Lotte van Berkel. Rob van Beek en Quint. Quint van der Meer. Quinten. Quint. Waarschijnlijk. Quint of Quinten. What's in the name? Jullie mogen je een beetje naar de startboot begeven, want daar moet het nog in gebeuren. Hey, Jos, jongen. Je voedt ze niet zo op, maar ja. Dingen gebeuren, hè. Je hebt niet altijd alles in de hand. Ik... Kom op, meisje. Peukie erbij. Fotootje. Marvin de Jong, Twan van Borstelen, Quint of Quieten van der Meer en Rob van Beek. Als jullie deze personen zien, geef ze even, stoot ze even aan. Geef ze een hint dat ze deze richting op moeten komen. Nu komen eerst de dames. Lotte van Berkel tegen Karin van Velzen. Dames, jullie zijn zover? 3, 2, 1, rokende dame en jullie zijn al weg. Ja, dat krijg je ervan als je rookt, hè, Lotte. Maar ja, je kan beter rook als ruiken. En aan de andere kant ligt een stukje zeep. Dus ook dat is verzorgd. Ja, ze komt eraan. Lotte, er wordt geroepen. Jongen, jongen, wat een vriendin, hè. Pak een stukje zeep. Niet vergeten. En ze, ja... Ja, nou ja. Ja, Lotte. Dat zou je wel willen. Of niet? Karin, je mag gelijk weer terugkomen naar de boot. Je mag zometeen weer. Oké, Karin. Doet hij het nog? Je peukie dan. Uit. Nou, hier rookt het ook, hoor. Dus het maakt niet uit. Marvin de Jong. Twan van Borstelen. Quinten van der Meer. Of Quint. En Rob van Beek. Hey mensen, we gaan door. We gaan door. Oké, Fred, wie zoeken we nog? We zoeken nog Marvin de Jong en Twan van Borstelen. Oh, Marvin is er. Twan dan. Twan van Borstelen. Twan, jongen. Meld je, want die tegenstander is al klaar. Nu heb ik begrepen dat wij soms niet altijd duidelijk overkomen naar het publiek. Maar als we praten, even opletten. Zeker als je nog mee gaat doen. En Quinten van der Meer en Rob van Beek. Quinten, Quinten. Dat wordt lappen. Marvin de Jong, Twan van Borstelen. Marvin en Twan. Marvin en Twan, jongens. Even melden. Kunnen jullie even lekker meedoen? Quinten van der Meer. Ja, ik moet er even bij zeggen dat Marvin er al is. Dus Twan van Borstelen. Twan, je tegenstander is er wel. Kom op, Marvin. Je bent bijna aan de beurt. Nou, Marvin is er helemaal klaar voor. Maar zijn tegenstander die laat een beetje afweten. Ik denk dat Twan een beetje moeite heeft. Quinten van der Meer. Quint, Quinten, Quinten. Begin met een Q. En Rob van Beek. Ja,
Als Twan niet opkomt dagen, dan, ja, dan gaat hij door. En dan gaat hij tegen Bart. En Bart staat te popelen. Heb je koud, Bart? Valt wel mee. Het water is ook niet zo vreselijk koud. Alles werkt weer mee. Het zonnetje laat een beetje afweten. We hadden het beloofd, maar we begonnen lekker. Het betrekt een beetje. Rob van Beek en Quint Pieten van der Meer. Van der Meer gewoon. Kom op, mannen. Meld je. Van wie zal de Quinten er een wezen? Anders kunnen we niet door. We zoeken nog naar Twan van Borstelen, Quinten van der Meer en Rob van Beek om deze pool af te maken. Dus als iemand deze personen ziet... Jongens, denk erom. We hebben even de muziek uitgezet omdat we onverstaanbaar zijn met de muziek aan. Dus Quinten van der Meer, Rob van Beek en Twan van Borstelen. Even melden, anders kunnen we niet door. Ik hoop dat dit wel doorgekomen is. Dus jongens, meld je. We zitten in een impasse. It's funny how a man only thinks about the. You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, I ain't no pain, I'm looking at you. I don't give a keep looking at me, cause it don't mean a thing if you're looking at me. I'ma do my thing while you're playing with you. Ik heb begrepen dat de deelnemers onderweg zijn. Quinten en Rob en Twan. Kees, wat bedoel je? Ben je op jacht, jongen? Dames en heren, we zoeken nog een paar vrijwilligers vanavond die zich kunnen melden bij Kees. Kees Bas van der Poen en die spaart iets. Wat hij spaart, dat moet je zelf maar aan vragen, maar hij wijt er graag over uit. Oké, Rob gaat even zijn schoenen aantrekken. We zoeken alleen nog Quinten. En Twan natuurlijk. Twan van Borstelen. Boom, boom.
Rob moest even zijn schoenen aanzetten. En Kiek er misschien ook. Kiek er of Quint van der Meer. En Twan van Borstelen. Twan was ook onderweg, meen ik. Alleen het wordt een beetje moeilijk om erheen te komen. Dat heb je als het erg gezellig is. Weten we. Kunnen we er nu niks aan doen. We hebben begrepen dat bij het sluisje, dat we daar erg moeilijk verstaanbaar zijn. En daar kunnen we momenteel niets aan doen. Dat is technisch een probleempje. Dus misschien willen de mensen die bij het sluisje staan zoveel mogelijk doorgeven dat we nog zoeken naar Twan van Borstelen en Quinten of Quint van der Meer. Quinten. Hallo. Salut. Sunt eu un haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Oké, Marvin en Rob, jongens, jullie mogen tegen elkaar. Want, ja, Marvin staat hier. Oké, het is een beetje wachten op Twan en Quinten, gaat niet lukken. Dus, we gaan nu door. Met Marvin en met Rob, jongens, zijn jullie klaar voor? 1, 2, 3, go! Hoi, die maakt een mooie pirouette. Maar een echt piraat laat niet op zich zitten. Dus, dat worden kruisdinges. Sticky zeep, ja. Heel knap, Marvin gaat door. En de piraat ligt eruit. Maar ja Rob, ook jij gaat voor originaliteitsprijs hoor. Bart Witteman, wil Bart Witteman zich ook weer komen melden hier? Bart is er al. En Marvin. Het wachten was nog op Quinten en Twan. Jongens, ik wil vingers zien. Komen jullie eraan? Ja, telefoon. Wat is er met die zeep? Wat is er mee? Is de zeep op? Oh. Zeep moet in het dakje bedoel je? Zeep in het dakje. Oké mensen, we moeten door. Bart en Marvin. Jongens, we gaan door, dus hou je klaar. Zeep even afvegen. Vergeet ook niet een zeepje te pakken. Dan gaan we van 1, 2, 3, go! Ja, Marvin heeft er zin in. Pakt even schrijnlings de mastbeet en hij is heel snel moet ik zeggen. Oei, ja, stukje zeep niet vergeten. Bart, ik ben er bang voor. Helaas. Marvin, je mag direct weer deze richting opkomen, want dan mag je direct tegen Karin. Marvin, jongen, heel goed. Maar je moet het nog een keertje flikken eigenlijk. Maar dan tegen Karin. En dan ben je echt door. Dirk Elsgeest, Ruud Volwater, Frauke Zijn, Luc Elsgeest,
Loes van der Meer, Mariska Opelaas, Sjors van Kleek, Ruud Hogeboom. Jongens, AUB zo snel mogelijk bij de start. Inmiddels staat Karin alweer klaar om tegen Marvin te gaan deze ronde. En we zullen kijken wat ze ervan bakken. Jullie zijn er altijd klaar voor. 3, 2, 1, go! Oei, Marvin. Het lijkt of Marvin het elke dag doet. Ja, dat doet het wel heel erg makkelijk. Stukje zeep en hij is er bijna alweer. Wat lig je daar te roet aan elkaar in? Je moet wel door, hè? Doe maar even aan schoonzwemmen. Kom er maar uit. Het is klaar. Jongens, Dirk Elsgeest, Ruud Volwater, Franco Zijn, Luc Elsgeest, Loes van der Meer, Mariska, Oppelaar, Sjors van Kliek, Ruud Hogeboom. Alsjeblieft, meld je bij de start. En dan hebben we Ruud Hogeboom. Kijk. Zijn we dan echt zo onduidelijk? Meiden, kom er naar boven, hoor. Loes, kom jij ook maar naar boven. Britt de Jeu, Lennart de Jeu. Oké, Ruud. Oké, Loes, geef je maar op het achterschip. Kom op. Loes, tegen Mariska. Oké, nou, ik zou zeggen, ga gelijk maar naar voren. Ja, je moet al. Wat zeg ik? Je mag al. Laat je even goed instrueren door Marcel en José. Vergeet niet de zeepje te pakken, dames. En oh ja, doe het even goed, Marcel. Ja, je bent goed bezig. Het is niet zo moeilijk. Oké, meiden, zijn jullie er klaar voor? Even de armspieren laten werken. 1, 2, 3, go! Wat een klap, zeg. Oké. Franco Zijn, Luc Elsgeest, Loes en Mariska zijn momenteel aan het... Wat zijn ze aan het doen eigenlijk? Nou, ze proberen in ieder geval naar de andere kant te komen. En Mariska gaat het lukken. Ja, jongens, ik heb gewonnen. Goed, Mariska. Je mag direct weer deze richting opkomen. Ja, sorry hoor. Dirk, ik heb het graag niet meer voor. Dirk, Dirk en Ruud, jongen, ja. Nou, als je bier hier nog wil opdrinken, dan kan je beter terugkomen, maar voor de winst... Wie is Dirk en wie is Ruud? Wie is Dirk, wie is Ruud? Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3, go! Oei, is dat touw tussen je benen? Nou, Dirk... Ruud laat het lelijk al weten. Oh, hij blijft toch op je wachten. Maar niet te lang, dat zie ik. Stukje zeep. Hup. Oei, ja, je bent hem zo kwijt. Maar hij zit er wel in. Dirk gaat door. Dirk. Dirk, wil je gelijk terugkomen? En Franco Zijn, Luc Elsgeest, Sjors van Kling, Britt en Lena Thiel. Nummer 51, 52... 55 en 56. Nummer 57 en nummer 58 willen we ook hier nog even hebben. Franco Zijn. Frank, we wachten op jou, jongen. Oké, Luc. Luc staat klaar. En Frank. Nou,
Ook Frank zit in de race voor de originaliteitsprijs. En die mannen hebben er werk van gemaakt. Maar nu gaat het er wel om. Je kan nog verder komen. Frank, Luc. 1, 2, 3, go! Mambo number 5. Kijk. Ja, ja. Is waarschijnlijk toch wel wat gewend. Nee, hij ligt er wel naast. Oh, hoe is het mogelijk, hè? Word je toch nog overtroefd? Frank, verlies. Ja, jongens, ik heb gewonnen. En Dirk, nee. Luc, Luc gaat door. Luc, wil je gelijk hier terugkomen? Luc, mag gelijk terugkomen. Want ja, sorry hoor, we gaan door. Ik heb de kracht niet meer voor. Hier kan ik niet meer werken. George van Klink. Waar blijft George van Klink en Britt Rieu? Mambo number 5. Dirk en Luc, die komen straks tegen elkaar. Nu hebben we Brits en Lennart. Oké, voor een kleine instructie vooraf. Door Marcel, doet het graag. Oké, zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3, go! Britt kiest het ruime sop. Jos van Klink, Jos jongen, heb je nog zin aan? Want je moet tegen Ruud Hogeboom, dat is niet de minste, dus Jos. Oké, Dirk en Luc, jullie mogen nog even tegen elkaar. Proberen wij nog even Jos te pakken te krijgen. Jos van Klink. Twee, drie, go! Oei, Dirk. Laat je iets vallen. Oh, ja, dat lukt je niet, jongen. Luc Elsgeest, jij gaat door. Luc, je mag ook gelijk weer terugkomen. Je bent een winnaar. Luc, kom weer terug. Dan ronden we gelijk deze ronde af. Oké, Lennart. Lennart mag tegen Ruud. Lennart. Oh, is Jos? Kom maar naar boven.
to the root box, shake your root box, to the root box, shake your root box. Kleine correctie, Quinten gaat tegen Ruud. Oké. Ruud, kom maar jongen. Quinten, sta je er klaar voor jongen? Shake hands. Ja, sportiviteit schiet weer hoogtij. Maar, zolang ze aan het touw hangen, moet je eens opletten. Dan gaat het erom hoor, dan gaat het om de strijd. Een piraat. Tegen een pomp. Oké, jongens, zijn jullie klaar voor? 1, 2, 3, go! Oei. Denk om je papegaai, Quinten. Ruud, oh, hij neemt gewoon een snoek daar.